beste jury, concurrenten en supporters. Wij zijn van het Hendrik Pierson College in Zetten. Wij vinden het ten eerste heel leuk om hier ons idee te mogen komen presenteren in Eindhoven voor Arcadia. Zoals jullie weten wordt er op de aarde heel veel energie opgewekt. Bij de opwekking van energie komt vaak door het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze raken echter op. Daar willen wij dus een oplossing voor vinden. Ook wordt de energie die opgewekt wordt vaak niet continu opgewekt. Zoals bij windmolens. Als het een dagje wind stil is, zullen de windmolens minder opleveren. Als het 's nachts is, zullen de zonnepanelen ook bijna niks opleveren. Aan de hand van deze punten hebben we iets bedacht wat een goed alternatief zou zijn. Namelijk het zeerad. Daar gaan we je zo meer over vertellen. Ik ben Corné Witte. Ik ben Jan Augustinus. Ik ben Tom Peters. Ik ben Wilco van Winsbergen. Ik ben Sam Knap. En Xander Breun is onze technische man. Nou, zoals ik net al zei, heel veel energiecentrales die energie opwekken, dat wordt gedaan door het verbranden van fossiele brandstoffen. Deze raken op en voor dat probleem willen wij graag een oplossing voor vinden. Wij denken dat het zeerad een goed alternatief voor dat zou zijn. Het zal niet alle problemen wegnemen, maar toch wel een hoop. Wat is ons idee? Het is een drijvend platform op zee of op de rivier met raderen erin. Deze raderen zullen gaan draaien door de zeestromen en dat zal energie opleveren. De raderen kunnen verschillende groottes hebben. Op de zee willen wij graag de doorsnede van de raderen 5 meter maken en op de rivier 2 à 3 meter. De breedte van de raderen kan verschillen van 1 à 2 meter. De platformen zijn koppelbare modules die je aan elkaar kunt koppelen om zo meer energie op te wekken. En dat is toch wat we willen? Nou, dit is een prototype van ons zeerad. Er zijn in het echt een paar dingetjes anders, maar dit is wel ongeveer zoals die in het echt wij denken uit te komen te zien. In het echt moet je wel bedenken, de schroepen staan schuin naar beneden, zodat ze geen water opscheppen, want dat zou remmend werken. En ook de turbines zijn anders geplaatst. Toepassingsmogelijkheden. Je kunt het op veel verschillende plekken neerzetten, zolang er maar een sterke stroming is. Wij zaten zelf te denken aan natuurlijke versmallingen, bijvoorbeeld in rivieren. Want als je daar zo'n rad neerzet, dan gaat het harder draaien doordat het harder stroomt. Je kan het ook een kunstmatige versmalling maken. Door het is voor een trechte vorm van voor te maken met metalen schotten. En die kun je dan zo het water dwingen door het rad heen te gaan, waardoor het harder gaat stromen. Sterk stromen voorwaarts, zoals ik net zei. En niet in vaarroutes, want als je in vaarroutes zou doen, dan kan een schip op botsen en dan krijg je dus dat het gat kapot gaat, het schip kapot gaat, dat is niet handig. Ja, dat is gewoon. Dan krijg je een gat in het schip. En dan, ja. Opbrengst. Het is gewoon energie voor huishoudens en industrie, maar je kunt het ook even gebruiken als tijdelijke stroom. Bijvoorbeeld als je een bouwplaats hebt naast een rivier in plaats van generatoren kun je gewoon een rad neerzetten waarmee de stroom opgewekt wordt. Het is wel echt afhankelijk van de weer. Maar bijvoorbeeld als het storm moet je een rad vastzetten. Maar anders gaat het rad heel hard ronddraaien waarschijnlijk. En dan krijg je dat het oncontroleerbaar wordt. Dus dan moet je het op slot zetten en dan levert het geen energie op. Maar dat is alleen bij echt zware storm. Wij weten zelf niet echt precies wat opbrengt. We hadden een schaalmodel. Dat was 10 centimeter doorsneden en 3 centimeter breed. Daarmee hebben wij 6 volt opgeleverd. Dus wij denken aan een module van 3 raderen, dat het ongeveer 100 huishoudens van stroom kan voorzien. Verankering. Wij zijn van plan om het te verankeren met een betonblok op de zeebodem. Waartussen wij doen we stalen kabels met controle. Die dus hebben dat hij een beetje kan bewegen, een beetje omhoog kan, maar niet te veel, zodat hij dwars komt te liggen. Want dan moet je het weer recht zetten en dan krijg je dan moet je meer onderhoud in het wegen. En dan krijg je geen energie tijdelijk. Verankeren met staalkabels. Dat hangt echt af van overwaarts zicht.
Bijvoorbeeld in een rivier is alles verankerd dan op een zeestroom. Maar op een zeestroom moet het echt sterk verankerd zijn. Op een rivier kan het iets minder goed. Maar je moet ook bedenken, op een rivier kan bijvoorbeeld, moet wel iets meer flexibiliteit in zitten. Want het niveau van de rivier, dat is elke keer altijd anders. Bijvoorbeeld in zee is ongeveer constant, maar in de rivier is het veel verschillender. Dus daar moet het anders. Het is vertelbaar verdiepte op zee, op rivier moet overal anders. De materiaalkeuze. De materiaalkeuze is afhankelijk van de plek op de wereld waar het rad geplaatst wordt. De dure materialen die leveren vaak meer energie op, want die zijn meestal lichter en daardoor remmen ze het rad minder af vanwege hun gewicht. En ze hebben minder onderhoud nodig en daarom dan liggen ze langer op het water en kunnen ze langer energie opwekken. De wat duurdere materialen denken wij aan of aluminium, grafeen of Kevlar. De meeste landen in Afrika of Azië die kunnen dit soort materialen niet betalen. Dus daar kun je ook goedkopere materialen voor gebruiken, zoals ijzer of hout. Het nadeel aan deze materialen is wel, het is vaak zwaarder en het houdt het rad dus meer tegen vanwege hun gewicht. En het heeft meer onderhoud nodig, dus het is vaker uit het water. Maar dat is dan wel weer goed voor de werkgelegenheid in het gebied, want er kunnen meer mensen werken aan het rad. De 3D-printer. We hebben onze maquette gemaakt met behulp van de 3D-printer. Dat werkt als volgt. Achterop de 3D-printer zit een spoel en om die spoel zit kunststofdraad. Dat kunststofdraad wordt gesmolten en dat komt in dunne draadjes uit de printkop. En dan wordt het de vorm laagje bij laagje wordt gevormd. Ja, u vraagt zich zeker af waarom wij nou palmbomen op het podium en palmen bij de dia. Nou, dat hebben we gedaan. Dit is echt met het oog op dat het goedkoop kan en dat het overal gebruikt kan worden. Dus ook bijvoorbeeld in de minder rijke gebieden, zoals in het Caribisch gebied. En als je in het Caribisch gebied bent, denk je aan palmbomen en stranden. En eigenlijk hebben we ook wel een beetje zin in de zomer, dus daarom de palmbomen. Dit is het einde van onze presentatie. We hopen dat de jury net zo van overtuigd is als wij er zijn. En de erg kan waarderen. Thank you.